Wel, beste mensen, welkom op deze 31 oktober 2018. Hier een prachtig zicht op een vijftal kilometer van Hulst. Dus ja, mensen vragen soms waar kan ik het best wonen hier in Zeeuws-Vlaanderen, in die streek. Het is namelijk zo, momenteel de stad Hulst en de stad Axel is de enigste twee, laten we zeggen, die transport hebben, een bus. Twee keer per uur, de bus 20. Dus iemand die het openbaar vervoer nodig heeft, kan het best wonen in Hulst of heel dichterbij en in de stad Axel. Dus de streek van Kloosterzande, Walsoorden, Vogelwaarde, Hengsdijk, Zaamslag. Dus heel die streek, als iemand van het gezin openbaar vervoer nodig heeft, kan je best vermijden. Ik zeg, vroeger was er 7 op 7 transport. Nu is dat geval niet meer. De bus komt nu ook te laat. 1 per uur zijn. Geen bus meer in het weekend. Dus vermijd vandaar te wonen. Want je gaat in de problemen komen. Het is natuurlijk ook zo. Er zijn vele huizen te kopen in Kloosterzande. Bijvoorbeeld tientallen huizen. De prijzen gaan ook drastisch naar beneden. Ja, waarom? Er is geen mobiliteit. Natuurlijk, als je de woning op zichzelf ziet, de prachtige streek en zo, het is allemaal aantrekkelijk. Maar één keer dat je er woont, zal je merken van, ik kan nergens meer naartoe. Wat ik zeg, zelf gezinnen die één wagen hebben, het volstaat niet. Als de ene weg is, is de ander geïsoleerd thuis. Je hebt ook de Westerschelde. Er is geen overgang van aan de Westerschelde om naar de andere kant te gaan. De enige mogelijkheid is naar Turnhuizen te gaan, daar de tunnel te nemen, die natuurlijk ook betaalbaar is, om tenslotte in Middelburg voor een hoes aan te komen. Dus denk goed na als je hier komt wonen in de streek. Een mens moet twee keer nadenken, waar ga je gaan wonen? Bijvoorbeeld bij mij, hier voor de betere lucht, oké, maar ik zeg, de mobiliteit moet er zijn, als er staat van we hebben een bus per uur om een bepaald uur, de correcte dienstverlening moet er zijn. Voilà, dat was nog een toelichting hier van wonen in Zeeuws-Vlaanderen.